Elmer van de ambulance dienst. Ja. Nou, ik heb een Piet op gehaald. Ja, mensen die hadden, de ambulance dienst gebeld. Want hij zou een enorm cadeau op zijn hoofd gehad hebben. Cadeau? Ja, nou, kijk hier ligt Piet. Hallo! Het is hoofdpiet. Meen je niet? Hallo, wat is er gebeurd? Ik heb pijn op mijn hoofd. Wat doe je hier? Waar ben ik? Nou, weet je, ga maar even rustig. Ik ga even met de ambulance praten. En ja, ze vonden hem en hij zou een enorm cadeau op zijn hoofd gehad hebben. Dus ik dacht, ik neem hem maar gauw mee naar het ziekenhuis. Ja? Want ja, ze is toch wel... Was hij nog gaan strepen? Nee, in eerste instantie niet. Hij komt nu weer een beetje bij. Waar ben ik? Waar ben ik? Ga maar even lekker zitten. Komt allemaal goed. Weet je nog waar die is? Of wat er is gebeurd? Nou, zo ziet het er niet uit, zuster. Piet, mag ik even kijken? Weet je waar je bent? Nee, Sinterklaas? Nee. Sinterklaas is er niet. Waar is Sinterklaas? Sinterklaas? Ja? Sinterklaas? Piet, weet je nog wat er is gebeurd? Er is een cadeau op je hoofd gevallen. Daarom ben je nu hier, in de ambulance. Nou, ik denk dat het tijd wordt dat we naar de pietenafdeling gaan. Denk ik ook, ja. Piet, we gaan naar de pietenafdeling. De pietenafdeling. Piet. Ja? Handen maar op je buik, zo. Dan houden die handen binnenboord. Dan gaan we je eruit halen, hoor. Uit de ambulance. Rustig maar. Gaat het? Ja. Ga goed voor je zorgen. Ja? Ja. Oh. Piet, we gaan nu naar de pietenafdeling. Pepernoten. Rustig maar. We gaan eerst nu naar de afdeling. Naar de pietenafdeling. Feest. Rustig maar, Piet. Alles komt goed. Kijk, er zijn nog meer pieten. Hoofdpiet? Weet je wie dat zijn? Weet je wie die zijn? Wat is er gebeurd? Nee, ik heb het vergeten. Wat is er gebeurd? Liedjes, Piet. Heel goed, ja. Kluns, Piet? Heel goed, Piet, ja. Nee. Pepernoten. We gaan even rustig doen, Piet, voor anders dan gaat het niet al goed. Pakjes? Ja, pakjes. Ja, pakjes. Mama. Ach, kijk nou. Hallo, Piet. Hallo. Ik ben zuster Beppie. Zuster wie? Zuster Beppie ben ik. Zuster Beppie? Ja, gaat het goed met je? Wat kom je hier nou doen? Mijn hoofd is zo zeer. Dat snap ik, want weet je, jongen. Wat is er dan? Je hebt een cadeau op je hoofd gekregen. Mijn hoofd? Cadeau is dat het? Hoofd. Ja, en waarom heb je nou een beetje hoofdpijn? Ja, En kan je het allemaal niet meer zo goed onthouden? Nee. Maar weet je? Zuster? Ja, we gaan heel erg ons best doen om jou weer helemaal beter te maken. Het komt helemaal goed. De dokter komt zo en dan komt het echt helemaal goed. Ja. Ja? Dus en, rustig maar. En de pepernoten? De pepernoten die krijg je straks weer. Die mag je straks allemaal weer lekker opeten. Ja? Goed. Ga er nu even wat controles bij doen. Kijk eens wat ik hier voor je heb. Hier staat op hoe jij heet. Jij heet Hoofdpiet. Wist je dat wel? Nee. Hoofdpiet. Ik ben Hoofdpiet. Dan kan je dat zien. Kijk, dan kan je dat zien dat je dat bent. Zie. Oh ja. Ja, en die doe ik dan om je arm. En dan kan je dat lezen. Dan weet jij dat ook weer. En dan weet de dokter dat jij de Hoofdpiet bent. Hoofdpiet. Ja, Hoofdpiet. Ja. En dan heb ik ook nog Hoofdpiet voor op je bed. Nou, dan weet iedereen dat jij de Hoofdpiet bent. Dan kunnen we dat in ieder geval niet meer vergeten, hè? Dat is fijn, zuster Beppie. Ja, dat weet je dan nog. Wat goed. Wat fijn. Zal ik even kijken?
of je een beetje koorts hebt. Kijk, dat is een heel leuk. Oh. Die gaat zo niet in je oor. Nee, dat is niet oud. Nee? Nee, dat is niet oud. Zo, kijk. Gaat hij zo. En dan zegt hij piep. Hoi. Dus, moet je schieten? Schieten? Wil je schieten? Schieten? Wil je schieten? Moet je op het knopje drukken? Ja, ja, schiet maar. Ja. Oh, sorry. Nou, maar dan ga ik nog even je bloeddruk meten. Dan ga ik die ook nog even meten bij je. Dan moet ik even deze om je hand doen. Zo. Even kijken of het allemaal een beetje goed gaat. Spierballen meten. Spierballen meten. Kijk of je wel genoeg pepernoten hebt gegeten, hè, de laatste tijd. Ja, heel veel. Moet je hem even heel stil houden, hè. Oh. Moet je hem even heel stil houden. Is het goed? Ja, die is helemaal goed. Nou, dan ga ik het aan de dokter vertellen. Dankjewel, zuster Beppie. Beppie, waar ben ik ook alweer? Ik ben op de pietenafdeling. Op de pietenafdeling? Kijk. Ja. Daar heb je de pieten. In het weekend zit. Ik ben hier. Beetje rustig met deze piet, want die heeft een beetje zeer hoog. Even zoeken hoor, waar die is. Ik zie hem niet hoor. Ik ook niet. We moeten gewoon roepen. Heb jij een mobieltje? Kan ik bellen? Nee, gewoon roepen. Op de afstandsbediening zit ook een bel, hè? Hallo! Voor jouw hoofd. Ja. Kun je me helpen? Weet je wat, Piet? Roep maar gewoon heel hard naar mij en dan kom ik. Oh, Beppie. Ja. Gewoon heel hard Beppie roepen. Beppie! Ja. Beppie! Ja. Beppie! Ik ben er nu. Maar dan ga ik nu even weg. Ja. En dan doe ik even je veertje goed. En dan kom ik als je roept. Goed? Ja, goed. Tot straks. Tot straks. Dag. Ja. Dag lieve kinderen hier in het WKZ. Wat een nieuws zeg. Onze eigen hoofdpiet hier in het WKZ met geheugenverlies. En dan ook nog twee andere pieten. Ik weet niet hoe dat met ons feest moet hier dan op 5 december. Wat denken jullie? Zou Sinterklaas dit wel weten? Ik denk dat ik hem maar even ga bellen. Even horen hoe hij dit op gaat lossen. Want hij is natuurlijk wel de baas. Even kijken hoor. Wat een lange nummer heeft die man. Ja, dag Sinterklaas met Doortje Blok. Ik wou u even iets vragen. Weet u wel dat wij hier in het WKZ 3 pieten op de pietenafdeling hebben liggen? U wist dat nog niet? Het is wel onze eigen hoofdpiet. Hij is verantwoordelijk voor de pepernoten? En u weet nu niet hoe dat moet? Nee, wij ook niet. Zal ik even voor u gaan informeren bij de afdelingen hoe het met hem staat? Want dan kunnen we misschien ook wel een plannetje maken samen. Ja, ik laat het u weten, Sinterklaas. Dank u wel. Poeh, dit is wel een spannende. Sinterklaas weet namelijk ook even niet hoe het moet. Ik ga even zuster Beppie bellen op de afdeling. Want zij weet hoe het met onze hoofdpiet is. Dag, zuster Beppie. Met Doortje Blok. Kunnen we even overleggen? Hallo Doortje. Ja, hallo. Ja, dat is echt niet een verband. Want sinds laat maakt het heel veel onrust over waar de pepernoten zijn. Oh nee. Ja, want een hoofdpiet. Ja. Voor alle pepernoten. En ik ben nou, ja, ik zie het zelf als een hoofdpiet nu met een toon. Maar wel
Oh, nou wat vervelend. En Sinterklaas maakt zich natuurlijk hartstikke zorgen daarover. Ik snap het. Ik loop gelijk even naar de hoofdpiet en dan ga ik hem vragen. Ja? Jij hoort van mij. Doeg! Hoofdpiet? Hoofdpiet. Hoofdpiet, luister eens naar me. Ja. We hebben een probleempje. Ik werd net gebeld door Doortje. Weet je Doortje nog? Ja, Doortje. Doortje, en, ja. En die heeft contact gehad met Sinterklaas. Sinterklaas? Ja, maar die maken zich een beetje zorgen. Want ze weten niet waar de pepernoten zijn. Ze zeggen dat jij dat weet. De pepernoten? Ja, de pepernoten. Waar zijn de pepernoten gebleven? De pepernoten, we zijn de pepernoten. Rustig. We zijn de pepernoten. Liever, rustig. We zijn de pepernoten. De pepernoten! Sinterklaas zegt dat ze ergens naartoe zijn gebracht. En jij weet waar. Pepernoten! Probeer eens heel rustig na te denken. Pepernoten! Nee! De pepernoten zijn weg! We zijn de pepernoten! We moeten zoeken! Ja, kan je het wel herinneren? De pepernoten! De pepernoten! Pepernoten? Ik werd net gebeld door Doortje. Sinterklaas maakt zich een beetje zorgen, want die weet niet waar de pepernoten. En de hoofdpiet die wist dat. Maar ze is heel rustig. Alles heeft rustig door je neus. De pepernoten. Even zo. Even je goed zo. Pepernoten. Nee. Rustig maar. Weet je nog? Dan zou het hier moeten zijn. Ja. Nou, ik ga kijken. Oh, kijk, zie. Hier liggen de pepernoten. Wat is dit? Wat is dit, jongens? Ik ben de pepernoten kwijt. Dat meen je niet. Waar zijn de pepernoten? Is dat alles wat over is? Maar wat moeten we dan aan de kinderen geven? We hebben geen pepernoten. Meer. Jongens, wat hebben jullie nou gedaan? Och, ik weet het niet meer. Wat moeten we nou? Jongens, we hebben hier nu toch echt een enorm probleem in met WKZ. Geen pepernoten. Hoe moet dit? Want jullie willen hier natuurlijk ook allemaal pepernoten als het Sinterklaasfeest er is. Daar moeten we er toch een oplossing voor kunnen bedenken. Ik weet wat. We hebben hier iemand die altijd hele goede ideeën heeft. Ewout, dat is onze coördinator van het kindertheater. Die ga ik even bellen. Hoi Ewout, met Doortje. Hé, ik heb je hulp nodig. Ik heb net gehoord dat onze Piet, die verantwoordelijk is voor de pepernoten, hier in het ziekenhuis ligt. En door een klein ongelukje zijn alle pepernoten op. En nu, wij weten het niet. Heb jij een goed idee? Vanmiddag. Oh joh, je bent briljant. Vanmiddag om 2:30 in het kindertheater. En ook op de afdeling zelf. Super, ik denk dat alle kinderen daar echt wel aan mee willen gaan werken. Ik ga het ze vragen nu. Hé, dankjewel alvast. Doei. Die Ewout, die heeft zulke goede ideeën. Vanmiddag om 2:30 kunnen we namelijk met z'n allen pepernoten gaan bakken. En dan is het gewoon klaar. Want dan doen jullie het, in plaats van alle pieten. Dus om 2:30 mag iedereen die dat kan in het kindertheater komen om pepernoten te pakken. En kun je er niet heen, dan gaan wij jullie helpen, want dan kunnen jullie gewoon bij je bed ook komen helpen. Goed plan? En dan nu nog eventjes tussendoor het korte nieuws voor jullie.
ik heb een geweldige mop voor je. Ik zal hem je vertellen. Zwarte Piet die was een lange nacht op het dak geweest met veel wind en kou en regen. Dus die was verkouden geworden. Nou, Zwarte Piet die denkt van dat lossen we op. We gaan naar de apotheek, dus die vraagt daar aan de verkoper. Hebt u iets tegen hoesten? Zegt de verkoper. Nee hoor, ga gerust je gang. Wil je een dag zonder doktoren? Hang een bord aan je deur. Vandaag niet storen. Edward Nieuwenaars maakt het leuk. Met zijn dagelijkse spreuk. Kuddelier, karel, kolibri met klappige tanden. Het wordt heel glad vandaag. Het gaat sneeuwen. Dus als die pieten de daken opgaan en die cadeautjes bezorgd hebben, dan moeten ze heel voorzichtig zijn dat ze er niet van afglijden. Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar neem wat strooizout mee. Nee, geen strooi. Goed, strooizout. En als ze dan uitglijders gemaakt hebben, dan moeten ze naar de pietenafdeling van het WKZ. Met hun gebroken been. Nou jongens, dit was de eerste aflevering van het WKZ Pietenjournaal.